De grootste uitdaging in dit project is zo dat we het niet bij 3 jaar kunnen laten. Dit is nog maar een begin. Het goed ontwikkelen van zo'n product als veldbonen, dat kent de lange adem. Je moet minimaal 10 jaar investeren in goede rassenkeuze, in de goede teeltmethodes, in de goede verwerking. Mijn hoop is dat we met z'n allen de schouders eronder zetten en dit ook voor de komende jaren blijven ontwikkelen en blijven telen. Ik ben Helmer Navis, boer in Almere zou je kunnen zeggen. En we telen hier op 27 hectare, dit jaar 5 hectare veldbonen. Dit is onderdeel van een project dat geïnitieerd is door de provincie. Met 6 boeren zijn we op dit moment bezig om veldbonen te ontwikkelen tot een volwaardig gewas. En dan moet je denken dat wij heel veel energie steken om het van grond tot mond te ontwikkelen. Dus dat betekent dat we goede rassen, de goede teeltmethodes, maar dat we ook inzetten op een goede manier het aan de consument aanbieden. Nou, waarom ik deze veldbonen teel, gaat het niet om geld. Want op dit moment is dat echt een probleem. Het verdienmodel voor de boeren in Nederland die veldbonen telen is heel moeilijk. En dat komt omdat de wereldmarkt een prijzen neerlegt waar wij ze eigenlijk niet voor kunnen telen. Kiezen we nu vaak in de supermarkten voor de goedkoopste prijs. Het kan betekenen dat je uit het verste land van de wereld producten haalt. Nou, dat vind ik geen goede ontwikkeling. Je zou veel meer moeten nadenken ook over de effecten die dat heeft en de positieve effecten die regionaal produceren heeft. De veldboon is een product wat ook helemaal thuis hoort in de eiwittransitie, zoals de overheid het op dit moment van plan is te ontwikkelen. De teelt van veldbonen zijn we ook in staat om meer vegan te gaan eten. Met veldbonen kun je per hectare veel meer mensen voeden dan wanneer je dat via de maag van een dier laat lopen. Met eiwitproducten zijn we in staat om beter en gezonder de mensen te voeden. Dus overal zie je het product in de schappen terechtkomen. En dat is denk ik een hele goede zaak.